De sfeer zit er goed in op het WK-terrein in het Brabantse Hogerheide. Tienduizenden mensen zijn op het spektakel afgekomen, waaronder Renzo. Jij hebt wel een heel gaaf shirt, hè? Heb je van iedereen al een handtekening? Nee, en daar van Lars van Haar en Niels Al. Ik weet niet de andere naam steeds. Niels Wubbe en Thijs Al waarschijnlijk. Ja. Die moet je nog. Ja. En daar ga je vandaag naar op zoek? Ja. En wie gaat de wereldkampioen worden? Ik hoop Lars van der Haar, want hij speelt ook heel goed. En ja, hij verliest ook bijna nooit. En op zo'n parcours zou hij ook wel kunnen winnen. Maar dat moet Lars nog even waar zien te maken. Terwijl hij zich opwarmt, reed Mike Teunissen bij de belofte zijn laatste wedstrijd als wereldkampioen. Voor hem was het een bijzonder jaar in de regenboogtrui. Ja, ik heb één keer gewonnen en misschien nog een handvol podiumplaatsen. Maar voor de rest is het toch redelijk ver eindigen elke keer. Dus dat was wel jammer. Maar goed, het is natuurlijk een hele mooie trui. En ik heb echt wel een heel jaar van kunnen genieten. Training en in de wedstrijden. Dus het was natuurlijk echt heel mooi. En het is jammer dat het dan dit jaar niet helemaal gegaan is zoals ik natuurlijk vorig jaar al gehoopt had. Dan is het tijd voor Larske om zich te laten zien. Vooraf werd gezegd dat hij misschien wel kon winnen, maar het liep anders. Ja, veel pech. Goede start, heel goed. En toen moest Martin Biener er zo nodig nog even overheen komen. En ja, die gaat direct weer onderuit en ik eroverheen. En daar gaat eigenlijk de wedstrijd een beetje fout. Vanaf dat moment moet ik meteen weer in de wedstrijd komen, terugrijden. Rij ik weer terug. Ja, dan voel je al snel dat je niet meer voor de winst kunt gaan eigenlijk. Want ja, ze zijn gewoon een stukje beter en jij hebt al veel krachten moeten verspillen. En dan doe je er alles aan om die derde plaats veilig te stellen. En dat was dan op een gegeven moment tegen Kevin Pauls. En ja, ik rijd helaas een verkeerd spoor en ik rijd over de kop. En toen schakelde er helemaal niks meer aan mijn fiets. Zowel voor als achter niet. En dan wordt het een leidersweg. Ja, zo'n WK in eigen land, dat had je je denk ik anders voorgesteld, hè? Ja, ik had heel graag op dat podium gestaan. En na mijn seizoen kijkend had ik dat ook verdiend misschien. Maar je krijgt het niet cadeau in de cross. En hiermee moet ik ook om leren gaan.